Welkom bij het Moreau-orgel in de Vredeskerk in Oosterhout. Het oudste orgel wat we hebben hier in de stad. En als stadsorganist is het dan ook leuk dat ik op 19 augustus hier een marktconcert mag geven. Ik geef dat concert niet alleen. Dat concert zal 's middags om 3 uur zijn, samen met Ilse van Buikhuizen als sopraan. Het is een eenklaviers instrument. Het is niet groot, maar wel heel erg veelzijdig. En omdat het een instrument uit de 18e eeuw is, vond ik het ook leuk om er 18e eeuwse muziek bij te zoeken. Dus er zal muziek van Bach klinken bijvoorbeeld, maar ook muziek uit Nederland uit de 18e eeuw. Een tijdgenoot van Bach was Philip Pohl, tegenwoordig vergeten, maar die man schreef prachtige barokmuziek die ook geschreven en gedacht is voor dit type orgel. Daarnaast zal Ilse muziek zingen van Mendelssohn. Onder andere Jeruzalem hoorde u straks al uit het Paulusoratorium. Maar daarnaast zal ook, omdat we dicht bij 15 augustus, de Mariamaand, zitten, zal een mooi Ave Maria te horen zijn. En ook het hele meeslepende Stabat Mater van Stopfort. Met alle ellende in de wereld, daar besteden we ook nog aandacht aan, doen we ook nog wat van Poulenc, Priez pour paix, een gebed voor vrede. En ik speel ook Nederlandse muziek die weer past bij de kerk waar dit orgel staat. Dit is van origine. De Stamse Kerk natuurlijk, dus dat klinkt van Jan Zwart, ook een Nederlandse componist. De Psalm 91, wie op Gods bescherming wacht. En dat klinkt hier ook eigenlijk heel erg mooi. We sluiten met gezellige muziek af en dat zal muziek zijn uit het Suzanne van Solt manuscript, ook weer Nederlandse muziek. En dat is een Brabantse rondendans, want we zijn hier natuurlijk in Brabant. Van harte welkom bij het Marktconcert op 19 augustus om 3 uur om naar het prachtige Moreau-orgel van de Vredeskerk te luisteren.